De oude versleten stoeltjes in het Gofferstadion gaan vervangen worden door gloednieuwe stoeltjes. Om van de oude stoeltjes af te geraken, kregen supporters die in het bezit zijn van één of meerdere seizoenskaarten de gelegenheid om hun eigen stoeltje op te halen. Voor de trouwe supporters betekent NEC alles. Het hele jaar leeft het voetbal voor de fans en maken ze alle hoogte- en dieptepunten van de club mee. De stoeltjes hebben voor hen nostalgische waarde en veel betekenis. De trots en liefde die dit supporters hebben voor NEC geeft meer lading achter de oude versleten plastic stoeltjes. Iconisch en het heeft natuurlijk veel waarde, dus het hele seizoen zitten we hier. Staan we meestal en het is gewoon mooi om dit mee naar huis te kunnen nemen en een stukje van het Gofferstadion bij je te hebben. Ja. 24 jaar op de nieuwe stoel of op die stoel heb gezeten. Ja, omdat het toch al voor een aantal jaar mijn stoel is geweest, dus wel veel dingen mee meegemaakt. Het heeft voor mij heel veel emotionele waarde. Ik ben altijd met mijn vader naar NEC gegaan. Maar sinds zijn gezondheid het niet toelaat, kan het niet meer. En ik denk dat het een mooi cadeau is voor hem. Die kan geven voor Vaderdag. Ja, het is toch mooi, het is nostalgie. Het is toch leuk. En met de kleine gaan we erop zitten samen in de achtertuin. Hartstikke leuk. Dit is toch emotionele waarde. We hebben 7 jaar op gezeten, dus dat is koesteren. De vraag is wel wat de supporters uiteindelijk met de stoeltjes gaan doen. Want ze hebben geen pootjes en echt comfortabel zitten de stoeltjes ook niet. Ja, dat is een goede vraag. Ik ga hem als verrassing aan mijn vader geven. Ja, dit is zo symbolisch dat het een goede plek krijgt. Ik denk wel in de huiskamer ergens. Je gaat wel in de tuin krijgen dat hij een beetje het gevoel heeft van, hè, dat hij zomers ook in de tuin voetbal kan kijken. Op zijn eigen stoeltje. Op mijn kamer. Moeten we nog over nadenken, maar ja, dat moet een leuk plekje gaan krijgen. Ik denk in de achtertuin.